Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Malt with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over haakjes wegwerken als er mintekens voorkomen. In deze video ga ik je laten zien hoe je haakjes kunt wegwerken als je te maken hebt met mintekens. Ik ga het uitleggen aan de hand van vier voorbeelden. De voorbeelden zie je hier staan. De opdracht is steeds werk de haakjes weg. En we beginnen bij a en daar staat 5 en dan tussen haakjes a-b. We moeten hier de haakjes gaan wegwerken en dat gaan we doen met behulp van een regel die we in de vorige video ook hebben gezien. Die regel die zie je hier aan de bovenkant staan. Als je hebt A en dan tussen haakjes B plus C en je wil de haakjes wegwerken, wat krijg je dan? Dan krijg je AB plus AC. Hoe zat het ook alweer? Nou wat we gingen doen is we gingen die A zowel met de B als met de C vermenigvuldigen. Dus we konden dan met van die boogjes dat aangeven hè. Dus je doet a keer b, a keer b is ab, en je doet a keer c. En a keer c is ac. Nou, wat we hier doen met plus kan net zo goed met min, dat maakt helemaal niet uit. Dus hier heb ik a, en dan tussen haakjes b min c, en daar kan ik de haakjes op dezelfde manier wegwerken. Je doet dus a keer b, a keer b is ab, en daarna doen we die a keer min c. Dus die min die hier staat hoort bij die c. Dus je doet a keer min c. Nou, a keer min c wordt negatief, hè, dus er komt een minnetje. En a keer c is ac. Dus dan heb ik de haakjes weggewerkt. Dus het is eigenlijk precies hetzelfde. En om dat nog wat duidelijker te maken, gaan we dat even toepassen bij deze voorbeelden. Ik begin bij die eerste: 5 en dan tussen haakjes a min b. We gaan hier de haakjes wegwerken. Dus we gaan die 5 zowel keer a als keer b doen. Ik zet weer even de boogjes erbij. Dus ik begin met 5 keer a. Nou, 5 keer a is natuurlijk hetzelfde als 5a, dus dat is het eerste stukje. Nu het tweede stukje. We gaan die 5 vermenigvuldigen met min b, want die min die hoort erbij. Dan krijg je sowieso iets wat negatief is, dus ik zet het minnetje vast even neer. En bedenk, 5 keer b is hetzelfde als 5b. En want voor die b staat eigenlijk een eentje. 5 keer 1 is 5, die b zet je erachter. En dan heb je dus de haakjes goed weggewerkt. Het is dus hetzelfde, maar die min die komt hier tussen en dat is eigenlijk het enige verschil. Gaan we naar B. Min 5 tussen haakjes a plus 3b. We doen hetzelfde. Dus ik ga die boogjes weer neerzetten. Je krijgt min 5 keer die eerste. Dus min 5 keer a. Min 5 keer a is min 5a. Daarna doen we min 5 keer positief 3b. Nou, min keer plus wordt min, dus we krijgen min. 5 keer 3 is 15. En de b, die schrijf je erachter. Ook nu zijn we weer klaar, we hebben het antwoord gevonden. Het kan niet verder. En je ziet, het is hier dus eigenlijk hetzelfde, alleen is deze negatief. Gaan we naar c. Daar staat 2b keer tussen haakjes a min 3. We doen precies hetzelfde. Dus, we gaan de 2b vermenigvuldigen met de eerste, met de a. Nou, 2b keer a... Denk aan de alfabetische volgorde, dat wordt 2ab. Daarna gaan we die 2b vermenigvuldigen met de min 3. Denk aan, het is min 3, dus het wordt sowieso min, hè, want positief keer negatief is negatief. 2 keer 3, dat wordt 6. De b die hadden we nog, dus die b die zetten we er los achter. En nu ben je klaar. De letters zijn verschillend, dus je kan niet verder. En dit is nu het antwoord. Gaan we naar d, daar staat min, en dan tussen haakjes. A-3b. Het is misschien wel een beetje een lastige, omdat er voor de haakjes alleen maar een min staat. Maar bedenk dat we eerder hebben geleerd: als er niks staat, staat er eigenlijk een 1. Dus daar staat eigenlijk min 1, en dan tussen haakjes A-3b. En als je dit opschrijft, is het voor jezelf misschien een heel stuk duidelijker dan als er alleen een minnetje staat. Want nu kunnen we net als hier het op dezelfde manier uitwerken. Dus we doen min 1 keer a. Nou, min 1 keer a, dat wordt min 1a. Maar die 1 schrijven we niet op, dus dat wordt min a. Daarna doen we die min 1 keer min 3b. Min keer min is plus, dus je krijgt plus. 1 keer 3b is 3b. Dus het antwoord is dan min a plus 3b. En die laatste was misschien wel het lastigste. Hè? Omdat we hier dus een minnetje hebben staan, wordt het dus min 1. Je doet ze weer keer allebei met die boogjes... Negatief keer positief is negatief, dus dat wordt min a. Min keer min is plus. 1 keer 3b is 3b, dus min a plus 3b. En zo kun je dus haakjes wegwerken als je te maken hebt met mintekens. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer.